Je hebt een onderstroom, zoals in deze cultuur. Typisch een onderstroom is op alle gebieden, ook van de ecologen en van anderen die streven naar een nieuwe maatschappij, naar een nieuwe opvatting, vooral bij de jongste generatie. En daar heb ik erg veel belangstelling bij. Op de academie toen heerste nog de klassieke sfeer, het echte academisme. En eigenlijk ben ik daar blij om, want ik heb daar echt leren tekenen. Grote conflicten werden er uitgevochten voor de etalage. Als er een schilderij van me in de etalage stond, et cetera. Het was echt een sensatie. Later waren er veel en veel meer schilders die zo werkten. En nu is het eigenlijk een hele school.